Yo, ik ben Mo. En dit is de nieuwe alarmschijf. Hallo iedereen, vandaag hebben we een gast. Onze gast is 19 jaar en een heel groot talent. En hij speelde gewoon op de Hene Gouwerplein hier in Rotterdam. De eerste goal die hij maakte in de Eredivisie was tijdens het debuut Feyenoord-Ajax. Niets is beter dan dat ene woord, Jean-Paul Boetius. Kom even zitten. Waar ga je heen op vakantie in 2014? Dat heb ik nog niet besloten, maar ik heb wel een paar mooie bestemmingen in gedachten. Oké, maar ga je dan niet naar het WK? Dat kun ik nog niet zeggen. Dat is afhankelijk toch van Louis van Gaal en van mijn eigen spel natuurlijk. Als ik niet goed mijn best doe, dan ga ik zeker niet naar Brazilië toe. Nee. Oké, en... Je bent twee keer zwaar geblesseerd geweest. Kan je aanwijzen waar het was? Waar de twee geblesseerde plekken waren? Nou ja, de laatste keer, die 5 maanden, was hier mijn rechterknie. En ja, daar is toen mijn meniscus uitgehaald. En de eerste keer, was 8 maanden, was mijn andere knie. Dus ja, nu zit ik met twee knieën van mijn opa eigenlijk. Oké, en wat had je toen? Nee, hier zo, in mijn rechterknie, dus die laatste, zat een scheur in mijn meniscus. En daardoor kon ik mijn knie niet goed buigen en strekken. En bij de eerste keer had ik mijn kraakbeen afgebroken. En daardoor kon ik soms niet buigen, want een stukje dat zweefde rond in mijn knie. Dus soms kon ik niet buigen en soms kon ik niet strekken. Oké, en merk je niet dat als je uitgaat of zo, dan de mensen naar je toe komen dat ze vriend willen worden? Nee, daar heb ik geen last van. Ik weet sowieso wie al mijn vrienden waren sinds het begin. Voordat ik profvoetballer was geworden en die mensen hou ik gewoon dicht bij me. Je weet toch, ik hou mijn cirkel klein. Je bent een jongen van de straat. Spreek je nog een beetje straattaal? Ik praat nog wel eens straattaal, soms in de kleedkamer natuurlijk. Maar ja, als ik gewoon met normale mensen die geen straattaal praten of wat dan ook, dan weet ik gewoon heel rustig Nederlands te praten. Dus ik weet wel die balans erin te vinden, dat is belangrijk toch? Oké, een paar vragen. Weet je wat Osso betekent? Osso, huis. Oké, greedy? Gierig. En mag je nog op straat voetballen? Of je nog op straat mag voetballen, ja. Ik denk het eigenlijk niet, maar ja, het is gewoon je eigen risico, weet je. Ik zelf voetbal nog steeds heel nauw, heel soms op straat. Maar ik zorg er gewoon voor dat ik niet geblesseerd raak. Ik denk dat als ik niet op straat blijf voetballen, dat ik dan, laat maar zeggen, niet dat speels, dat plezier erin blijf houden in mijn voetbal. En dat, je moet veel acties doen, weet je, als buiten spelen. En op straat heb ik al die acties geleerd en dat moet je erin weten te houden, dus ja. Ook op straat blijf ik soms wel eens voetballen, ja. En dan nog laatste vraag, een quiz. En dat zijn 3 ploegen uit de Eredivisie spelen tegen elkaar uit en thuis. Dat zijn in totaal 6 wedstrijden. Jij moet de 6 wedstrijden opnoemen. En als ik de drie ploegen opnoem, dan gaat de tijd in. Oké, snap je het? Is goed, ik snap het helemaal. Okay, de clubs zijn Peknek en NAC. Go! Pek nak, nak pek, nek nak, nak nek, nek pek, pek nek. Van mijn collega, is het goed? Ja, het is goed. Okay, bedankt voor het interview. Geen probleem. Oké, okay, fijne dag verder. Yes. Dit was alweer de tweede interview. En dit keer met Jean-Paul Boetius. En ik vond hem een chille gast. Ik hoop voor hem dat hij naar 2K gaat in 2014. Wow.